97% van de studenten ervaart stress. De voornaamste reden, studiedruk. De meeste studenten gebruiken inefficiënte en ineffectieve leermethodes, wat ertoe leidt dat zij niet de gewenste resultaten behalen. Herkansingen, het overnieuw doen van projecten, nog meer stress. Hoe komt dat nou? Tussen ons 5e en 22e levensjaar zitten wij 13.000 uur op school. En hoeveel uur spenderen we daarvan gemiddeld aan leren studeren? 0. Wie ziet het probleem? Top, dankjewel. Mijn naam is Tom Vorstelen. Op Instagram kan je mij vinden op @the_studycoach. En ik zet mij in voor mentale en fysieke gezondheid van studenten. Wat leer ik ze aan? Ik leer ze vaardigheden aan waar ze hun hele leven wat aan hebben. Denk hierbij dus aan leren leren. Time management skills, hoe spelen sport, voeding en slaap een rol in presteren. Maar ik wil ook meer aandacht voor vaardigheden zoals mediteren of een persoonlijke journal bijhouden die meer rust, richting en structuur in je leven kunnen brengen. Laten we vooropstellen dat dit niet alleen een probleem is in Nederland, maar een wereldwijd probleem. Ik ben 4 maanden geleden een Instagram-account gestart en nu spreek ik met studenten vanuit 44 verschillende landen wereldwijd. Ik werk wekelijks op intensieve basis samen met studenten uit Canada, Qatar, Roemenië, Denemarken, Duitsland, Nederland en China. Ik zal jullie de gesprekken besparen die ik heb met studenten uit India of andere ontwikkelingslanden, waar burn-outs en academische depressies echt een groot probleem zijn. Deze kunnen soms wel schokkend zijn. Mocht je hier nou vragen over hebben, mocht je nou denken, ik wil ook wereldwijde impact maken, kom straks gerust naar me toe. Vragen stellen is het belangrijkste wat er is. Onthoud de Chinese proverb: a man who asks is a fool for 5 minutes, and a man who never asks is a fool for life. Dank jullie wel voor jullie aandacht.